In deze video ga ik je laten zien hoe je btw-tarieven instelt en uh, eventueel aanpast op het moment dat dat van toepassing is. De btw-instellingen vind je linksboven bij instellingen, administratie en dan btw-tarieven. Nou, je ziet hier, ik heb al een paar tarieven aangemaakt. Uh, je kan dus voor de, 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 de tarieven die voor jou van toepassing zijn, uh, um, gewoon toevoegen. In de meeste landen heb je een hoog-laag btw-tarief, soms ook nog midden. En hier onderin kun je instellen welk btw-tarief van toepassing is voor je overnachtingen. Nou, de, de, de producten die je eventueel aanmaakt kunnen weer gekoppeld zijn aan andere uh, btw-tarieven. Dus uh, als ik even naar de producten switch, hier als voorbeeldje heb ik een colaatje ingevoerd. En dan zie je dat ik hem hier op uh, btw-laag heb staan. Nou, op het moment dat ik een boeking aanmaak... Zal automatisch de btw eh, berekend worden? Ik heb hier even een, een boeking in staan als voorbeeld. En als ik de factuur daarvan open, dan zie je hier ook netjes dat de btw berekend wordt. Nou, dat is handig, eh, omdat dan ook eh, de btw die je moet afdragen aan de, aan de Belastingdienst eh, ook in rapportages eh, wordt meeberekend. Dus er zijn een aantal rapportages beschikbaar eh, bij belastingen. Nou, dan wordt, uh, wordt netjes uh, opgesomd per BTW-groep uh, hoeveel belasting daarvoor uh, afgedragen moet worden. Vervolgens um, ben je natuurlijk ook gewoon verplicht om je BTW uh, op, de, op de facturen te vermelden. Dus, uh, dus dat is sowieso uh, belangrijk. Nou, verandert nou een BTW-tarief? Dan, dan raad ik eigenlijk altijd aan om. Um, om gewoon dat tarief hier aan te passen. Als voorbeeld, ik heb hier 21%. Stel, uh, hij wordt verhoogd naar, uh, naar 23. Ik pas hem even aan. Nou, je ziet hier ook gewoon: overnachting is nu dus die 23%-regel. Facturen passen zich nooit automatisch aan. Dus als ik die factuur weer open, dan zie je dat die gewoon nog op 21% staat. Nou, stel, het, het is, uh, we nemen nu de video op. Het is februari uh, en per maart uh, verandert het uh, BTW-tarief. Um, de, de, de wijziging van het BTW-tarief kan je dan, dus het beste, op 1 maart uh, doorvoeren. Zoals ik net heb gedaan bij de instellingen. En um, nou, dat betekent dus dat, dat alle facturen gewoon in de basis nog op 21%, dus, hè, dus het oude tarief blijven staan. Op 1 maart of vanaf 1 maart hoef ik eigenlijk alleen maar even de boekingen te openen die, die van toepassing zijn. Wel handig om, het, om de, de facturen gewoon pro forma te behouden, want anders kan je dat ook niet meer aanpassen. Het enige wat ik even hoef te doen is het herberekenen van, van de overnachting. En dan zul je ook zien dat die gewoon opnieuw wordt berekend. De totaalprijs verandert niet, want alle bedragen die je in het systeem al invoert zijn altijd inclusief BTW. Dus het enige dat verandert is dit getal en het getal dat natuurlijk meegenomen wordt in de berekeningen voor, uh, voor je belastingaangifte.